Ik ben Luc Nijssen, ik zit in het vierde jaar van de opleiding Facility Management op dit moment. In 2018 ben ik afgestudeerd aan de opleiding Facilitair Leidinggevende. Ik heb voor deze opleiding gekozen omdat ik van tevoren nog geen idee had wat ik wilde gaan doen. Toen kwam ik deze opleiding tegen en toen zag ik dat het een heel brede opleiding was. Delen economisch, hospitality en je kan er van alles mee. Ik zou de opleiding omschrijven als een heel brede opleiding waarin je van alles wat leert. Veel in de praktijk, wat je later ook weer heel veel kan toepassen. Veel vriendschappen, veel evenementen, praktijkdiensten zoals in het café, is allemaal superleuk om te doen. Ik heb stage gelopen hier op het ROC bij de service desk, bij de facilitaire afdeling. Ik heb stage gelopen bij het ziekenhuis. Hier heb ik verschillende dingen gedaan, logistiek, roomservice en het restaurant. En ik heb stage gelopen in een hotel. De dingen die ik hier bijvoorbeeld heb geleerd, die je kan toepassen op het HBO, zijn de dingen die je hier praktijkgericht hebt gedaan, zoals evenementen organiseren. Die heb je hier georganiseerd en uitgevoerd. En op het HBO krijg je eigenlijk alleen maar het economische en bedrijfskundige gedeelte ervan. En hier heb je dus het onderliggende al geleerd. En dat is heel fijn. Wat mij het meest is bijgebleven zijn de evenementen die we hebben mogen organiseren in het laatste jaar van de opleiding. Hiervoor hebben we bijvoorbeeld een kerstmarkt georganiseerd voor alle docenten. En de introductieweek van de opleiding. In deze introductieweek hebben we school, spelletjes in de stad en sport gecombineerd in deze 3 dagen van introductie. Het leidinggevende deel van de opleiding, wat je in het derde jaar gaat doen, was voor mij heel interessant. Vooral omdat je heel veel verschillende mensen voor je neus krijgt. Eigenlijk ook elke dag weer andere. Je krijgt mensen van niveau 2 van de opleiding en van niveau 4. En dat verschil daartussen is ook heel grappig om te zien. En eigenlijk is het wel gewoon heel leuk om te doen. Skills waarover je moet kunnen beschikken tijdens als je deze opleiding wil gaan doen, zijn eigenlijk dat je goed kan organiseren. Je bent sociaal. En je kan goed plannen. Het is een hele leuke opleiding om te gaan volgen, omdat het vooral heel breed is. Je kunt er heel veel wegen mee in. Tijdens de opleiding kun je jezelf ontwikkelen en dan kun je ook gaan kijken of je wilt gaan doorstuderen of wilt gaan werken.